Hoe is het nu met je? Ik denk dat er nog 5% van de pijn over is van wat 2 jaar geleden de 100% was. Oké. Okay. En ja, ik denk wel dat we 50% zijn gedaald van ons laatste gesprek in een halfjaartje tijd. Hey Serge, leuk dat je er bent. Ja, dus, goeiedag. Ja, goeiedag. In het eerste gesprek zei je tegen me, ik weet het nog goed, als ik ieder jaar 5% verbeter, dan ben je eigenlijk de koning, om het zo te zeggen. Dan ben je, ja, precies. Dan, ja. Dan zou ik een heel gelukkig mens worden. Ja. Hoe is het nu met je? Ik denk dat er nog 5% van de pijn over is van wat 2 jaar geleden de 100% was. Oké. Okay. En ja, ik denk wel dat we 50% zijn gedaald van ons laatste gesprek in een halfjaartje tijd. Voor de kijkers thuis, we hebben een podcast opgenomen in juni. En daar heb je echt je mooie verhaal verteld, ook je kwetsbaar opgesteld. Hè? Dus ook verteld waar je klachten vooral vandaan kwamen en zo. Ik denk dat we er misschien vandaag niet zoveel verder op in hoeven te gaan. Alleen wat voor een impact dat heeft gemaakt op je kwaliteit van leven, zowel in pijn als in mentaal, als in eigenlijk alles, hè? Ja. Ja, het is wel een groot verschil geweest. We hebben natuurlijk eerst die ontmoeting gehad. Dat ging vrij snel. Volgens mij 2 weken na ons eerste gesprek ontmoeten we elkaar al. En ja, die klik die was er natuurlijk eigenlijk gelijk. Ik vertelde dat jouw verhaal eigenlijk voelde als precies mijn verhaal. Ja. En daarna hebben we wel echt elke week hebben we contact gehad en ben ik het programma gaan volgen en het nog meer bewust maken. Ik was al best ver mentaal, maar nu ging ik ook meer lichamelijk ermee bezig zijn. Elke dag herhalen en dan steeds een stapje verder. En als je dan kijkt wat je in een half jaar tijd kan bereiken, ja, dat is niet normaal. Ja. Vertel eens even kort, waar kom je vandaan, zeg maar? Wat waren jouw klachten? Ja, ik had dag en nacht pijn. Ik had een morfineverslaving, waardoor de pijn nog erger werd en ik heb 1,5 jaar heb ik alleen in bed gelegen. Ik kwam mijn bed uit om 5 minuten met de hond te lopen en dan moest ik weer terug of ik ging een sigaretje roken in de tuin. En ik kwam verder alleen maar beneden voor eten en drinken en verder lag ik in bed. Ja. En nu ga ik elke dag naar de sportschool. Ik kan 10 kilometer lopen op een dag als ik zou willen. En dan 's avonds ben ik wel helemaal moe en dood op, maar de volgende dag word ik wakker. En ik kan het weer herhalen. Ja. En eerst als ik dan heel veel inspanning had, of heel veel, als ik een boodschappentas uit de auto pakte, dan had ik 3 dagen zoveel last van mijn rug dat ik amper kon bewegen. Ja. God, zo'n mega mooi verhaal. Ik krijg gewoon ook letterlijk kippenvel van als ik het gewoon hoor. En ik doe me ook gewoon natuurlijk goed dat ik mensen met zo'n heftige problematiek, hè, en dan bedoel ik met name pijn, maar ook, het gaat veel verder als pijn eigenlijk, hè, want je bent... Ja. Dus, ja, eerst denk je dat het alleen de pijn is en dat de pijn ergens vandaan komt omdat er iets niet goed zit in je lichaam. Maar dan, als je jezelf steeds dieper graaft en met steeds meer mensen praat die echt verstand hebben van uit eigen ervaring en in klinieken van mensen die er jarenlang voor geleerd hebben, dan kom je erachter dat het gewoon allemaal is door een trauma. Ja. Of door meerdere traumas, dat opstapelen van de kleine emoties, de grote emoties die je niet kan uiten, lichamelijk of fysiek. Ja, en dan is het gewoon bijzonder. Het lichaam die kan zoveel mooie dingen, maar het lichaam kan je helemaal slopen helemaal ook. Maken, ja, nu is het lichaam mooie dingen aan het doen en gaan we mooie dingen doen, maar het heeft jaren heel veel drama ervaren. Ja. Hey, jij hebt onze pijnriest methode gevolgd. Uiteindelijk wordt dat nu de pijnriest community. We zijn het aan het optimaliseren, aan het verbeteren. Veel mensen vinden het altijd zo van, die horen de verhalen allemaal en die zeggen, kom eens een beetje, soms iets meer to the point van. En dan bedoelen ze mee van, hoe kan het nou zijn dat je eigenlijk zo in zo'n korte periode, want ik heb je gezien in juni of juli, ik weet even niet uit mijn hoofd, tot nu, dus eigenlijk een half jaar, hoe kan het zijn dat je eigenlijk zoveel verbeterd bent? En waar zit het in? Wat is denk jij de grootste sleutel geweest? Eerst moet je het gaan geloven dat het de waarheid is wat er gezegd wordt. Want de eerste reactie is altijd van, ja, klinkt allemaal zo mooi om waar te zijn. Die documentaires die je op het begin laat zien op het moment dat je aangemeld bent, ja, dat opent je ogen al op zo'n bepaalde manier dat alles klopt, alles valt op een rijtje. Ja. En dan heb je wel die trigger bij jezelf opengehaald van oké, ja, dat is een hele slimme man, die heeft het zo vaak bewezen. Dat is echt wel de waarheid. Ja. Dus eigenlijk ga je in je hoofd al het zeg maar omkeren. Eerst was alleen maar de waarheid, ik word nog maar beter. En door eigenlijk best wel simpele dingen gaat die mindset gaat veranderen. Ja, simpel
ik ken heel veel mensen die klachten hebben en die kan je vertellen wat ze willen. Dat is niet waar. Maar dan zijn ze er nog niet klaar voor. Je moet er wel echt klaar voor zijn voordat je hier komt, voordat je eraan gaat beginnen. Want als jij er niet, ja, als jij het niet gelooft en je wilt er zelf niet alles voor doen, dan gaat het niet gebeuren. En ik denk dat je zelf eerst heel diep moet zitten voordat je die schakel kan maken van oké, het zou toch wel kunnen als ik anders ga denken, als de reguliere zorg, als je dokter vertelt. Die zeggen ook het zit in je hoofd, maar daar stopt het bij. Maar ga dan eens verder onderzoeken hoe en wat. En ik ben er wel echt van overtuigd, nou, dat zijn gewoon feiten. In 100 dagen kan je je lichaam kan je herprogrammeren. Mm-hmm. En ja, dan denk je 100 dagen, dat is niks. Maar in principe kan jij voor 95% van je pijn kan jij verminderen in 100 dagen tijd. Als je structureel dezelfde stappen maakt en daarin gelooft en dat blijft herhalen. En jezelf die positieve mindset aanleert. En zelf wat bij mij echt helpt en wat ik iedereen aanraad en wat we in het vervolg ook met mensen gaan doen, is van week tot week werken. Ik keek op maandag, in januari ben ik gaan lopen vorig jaar. Toen kon ik 5 minuten lopen. En toen ben ik dat steeds gaan verlengen met 5 minuten. En daarna steeds gaan verlengen met een kwartier en steeds met een half uur. En toen op kilometers. En eerst kon je dan 5 minuten lopen. En dat deed je 3 weken. Deed je dat elke keer 5 minuten lopen. En de 4e week dacht ik, zit wel lekker in. Ik ga die 10 minuten eens lopen. En als je dan kijkt na een maand, dat je gewoon al een half uur kan lopen. Als je dat elke dag doet. En dan, elke dag voelt het als die hele kleine stapje. Of het is niks wat ik doe. Maar als je dan na een maand weer terugkijkt, denk je, hè, verrek. Ik ben van 5 minuten naar een half uur gegaan. Ja. En dan ga je jezelf op een gegeven moment erop betrappen. Als je 's middags hebt gelopen, dan denk je van, 's avonds, ik heb niks te doen. Nee. Even rondje lopen. Even rondje lopen. En dat je toch veel meer kunt als dat je denkt. Want dat geeft de eerste bevestiging van, zie je wel. Ja, dat zijn echt die kleine. Je gaat jezelf betrappen. Want je bent natuurlijk, als je dag en nacht pijn hebt, ben je jarenlang negatief. Ja. Echt de kleinste prikkels dat stoort echt zo erg. En dan ga je voor het eerst voelen van, hè? Wat is dit nou? Ja. Het lukt. Het kan toch wel. Ja, wat doe ik nou? Ja. En dat zijn de eerste dingen die als heel bijzonder voelen. Het is zoiets kleins en dan... Ja. Dan heb je het van, want het gaat natuurlijk om, je moet weer gelukkig worden. Dat zijn kleine geluksmomentjes die je nooit al jarenlang niet gevoeld hebt. En dan voel je een beetje trots. Je merkt ook, je gaat wat rechter lopen. Want op het begin, oogkappen naar beneden. Maar je gaat wat rechter lopen. Goeie dag tegen mensen die je voorbij zien komen. Je wordt ook een beetje zelfverzekerd. Ja. En als je thuis bent, dan ben je trots. Van, ik ben vandaag weer een stukje verder. En dat is als je dat verdeelt in weken of in dagen, wat je dan elke keer in een week kan bereiken. Dat is iets heel moois en krachtigs. Ja. En als je dan steeds terugkijkt, vooral als je een coach hebt die met jou je resultaten steeds doorneemt. En dat is wel echt iets waar je van gaat groeien, denk ik. Daar gaan we het zo meteen even over hebben, over die coach. Hè? Want ik denk dat onze pijn research community echt extra waarde gaat geven. Ja, dat weet ik wel zeker. En dat ga jij straks een beetje op je nemen. Dus er komt zelfs buiten dat je pijnvrij bent, buiten dat je je gelukkig voelt, komt er ook nog iets anders misschien moois op je pad. Maar dan moeten we allemaal nog een beetje in een soort jasje gaan gieten. Dat wordt heel mooi, denk ik. Nou heb je het over mindset, je moet overtuigd zijn, bewustwording, je gaat bewegen. Als we dan kijken, bijvoorbeeld, wat heb je nog meer gedaan? Ja. Wat heb je nog meer gedaan? Het is meer... Ik heb eerst van alles geprobeerd. Hè? Want je gaat met ademhaling, ga je bezig zijn. Nou, dat vond ik op het begin heel zwaar. Want bewust opletten naar je ademhaling, dat deed gewoon pijn. Mm-hmm. Omdat, ik denk dat angst was. Op het moment dat je gaat opletten, op je ademhaling letten, terwijl je heel veel trauma's hebt, dan ga je stikken als je daarop gaat letten. Ja. Zo voelde dat ook echt. Ja, en het eerste wat je doet is, nee, dat doe ik niet meer. Dit is niks voor mij. Maar ondertussen weet ik ook wel, op het moment dat je bang bent voor iets, dan moet je er doorheen gaan. Je moet er naartoe, want anders gaat het niet weg, dan wordt het alleen maar erger. Ik heb natuurlijk al zoveel trauma's overwonnen, zoveel angst overwonnen, dat wel heel snel duidelijk was van, dit is weer het vervolg waar je doorheen moet. En dan ben je daar echt mee bezig en dat vaker. En dan op een gegeven moment gaat die pijn ook weer weg. En dan die 4, 7, 8 ademhaling.
3 keer per dag ging dat gewoon doen. 'S Ochtends, nou dat werkte niet echt, dus toen dacht ik, want dan werkt misselijk ook. Dus na het middageten, voor het avondeten, voor het slapen gaan. Ja, en dan denk je, ja, maar dat doet toch helemaal niks? Maar ja, dat denk je met alles op het begin. Ja. Als je alles samen gaat doen, je begint met alles apart. Maar op een gegeven moment komt alles samen en dan werkt het. Dan gaat het voor je werken. Dan gaat heel die fysiologie, gaat op elkaar inwerken. Al die tandwieltjes die haken op elkaar in en dan gaat het... Het voelt als te veel druk op het begin. Maar als het helemaal in je systeem zit, dan voelt het meer... Als we gaan iets erbij doen in plaats van we moeten dit en dit doen, dan is het wordt je structuur. Ja. Het vaste deed ik in principe al. Ik moest het alleen 2 uurtjes verlengen. Mm. Of 2 uurtjes minder eten, want ik at nooit voor 12 uur. Maar ik at nog wel om 10:30 s'avonds een zak chips als ik in bed lag. Ja, dat na 8 uur, soms 9 uur, eet ik dan niet meer. Maar als ik om 9 uur voor het laatst eet, eet ik niet voor 1 uur. En anders gewoon niet voor 12 uur. Ja, dat kostte niet veel moeite voor mij, omdat ik nooit 's ochtends at. Maar je merkt wel dat je lichaam meer rust hebt. Ik zit dan nog wel met verschillende allergieën waar ik nog niet helemaal achter ben wat ik wel en niet kan eten. Waardoor er af en toe heel veel druk op mijn buik komt te staan. En ja, dan die spanning gaat dan wel naar de rest van je lichaam. Denk je dat die allergieën ook te maken hebben met spanning? Nou, mijn hoofdziekte, zeggen ze, wat dan is vastgesteld, is fibromyalgie. Mm-hmm. En daar is spastische darm, is daar wel een groot bijklacht van. En ik heb altijd een droge mond. Ja, dat komt daar ook allemaal vandaan. Er zijn wel dingen die allemaal samenkomen. Ja, ik denk, als we kijken, hier heb ik ook op een posters hangen, maar ook als ik in mijn trainingen. Eigenlijk is alles door trauma, door spanningen, door externe stressfactoren, persoonskenmerken, krijg je een verstoring van het autonome zenuwstelsel. Dus je krijgt er uiteindelijk, als er heel lang spanning is, vaatvernauwing van. Dus fibromyalgie klachten. Je krijgt spannende nekspieren, aanhechtingspunten hier, bij je knieën, bij je heupen. Maar ook je darmaansturing wordt verstoord. En prikkelbare darmsyndroom is eigenlijk niet echt een aandoening, want het is niet voor niks een syndroom. Het is gewoon een overprikkeld darmsysteem. Dus... Ja, maar ja, dat is echt op het moment dat ik iets eet, bij drinken ze dan niet, maar op het moment dat ik iets eet, dan merk je gewoon, je lichaam raakt in shock. Ja. Van dat het verstoord wordt. En dan raakt het in paniek en dan moet het eruit. Zo'n reactie geeft het. Ja, ook dat denk ik. Dat uiteindelijk, ik weet niet of je daar al winst op hebt behaald. Maar ook daar ga je nog heel veel winst in boeken de komende tijd. Ja, zeker. Omdat het ook een kwestie van tijd is. Dat het lichaam moet helen nog. Okay. Ja, het kan mentaal kan het allemaal goed gaan en lichaam. Maar ja, je hebt zoveel klachten door de jaren heen. Mm-hmm. Het is niet alleen pijn. Nee. Dus dat gaat gewoon een lange tijd duren. Maar... Ja, als ik dit had kunnen dromen 2 jaar geleden, 3 jaar geleden nam ik afscheid van mijn familie. En nu, letterlijk afscheid. Ja, letterlijk afscheid. En nu, je zag het eigenlijk niet meer zitten, toch? Nee, als het 2 weken langer had geduurd, dan was ik er niet meer geweest. Voordat ik toen de tijd opgenomen zou worden. Ja. Maar toen nam ik afscheid, vorig weekend vertelde ik van onze samenwerking. Ja. Dat is gewoon niet te beseffen. Ja, zo'n contrast. Ja, en als je dan ook met je familie die terugblik maakt van hoe je leven kan veranderen. Het voelt als heel lang, maar in principe in zo'n korte tijd. Dan is dat wel heel bijzonder. Hey, door alles wat je hebt gedaan in ons programma heb ik je nou uitgenodigd voor onze samenwerking. Hè, dat je onderdeel wordt van het programma. Ja. Dus je gaat eigenlijk wat jij vertelt, hè, die kleine stukjes elke week... Mensen kleine positieve ervaringen laten ervaren. Hè, dat ga je dus bij ons in het programma doen. Maar hoe ben je eigenlijk... Hè, want eigenlijk is dit iets wat je eigenlijk altijd al wilde, toch? Ja, zeker. Van kleins af aan wil ik al mensen helpen. En altijd als er mensen niet lekker in hun vel zitten... dan stuur ik een berichtje. Kan ik wat voor je betekenen? Wil je je verhaal kwijt? En dat doe ik echt al vanaf de middelbare school. Eigenlijk op het moment dat ik zoveel pijn had, dan was dat ook een beetje mijn afleiding met sporten, mensen helpen, luisteren, goede gesprekken voeren. En ik heb altijd gezegd, als ik hier ooit uitkom, dan moet je daar iets mee gaan doen. Ja. Want als ik het kan overwinnen, dan kan iedereen het. Maar ja, de drang van mij gewoon om de wereld te geven wat ik zelf tekort kwam, dat is echt, dat is iets, een soort... passie geworden. Ja. Dat vind ik iets wat heel belangrijk, wat elk mens eigenlijk zou moeten doen. Iets wat je zelf nodig hebt op de moeilijke momenten wel bieden aan iemand anders. Mm-hmm. Of de mogelijkheid geven om dat te kunnen bieden. En
Ik ben al 1,5 jaar geleden begonnen met een opzet van hoe ik dat zou kunnen invullen door een eigen online platform. Op verschillende manieren heb ik dat geprobeerd en dat kwam er nooit echt rond. Want ja, je hebt dan een goede samenwerking nodig of een investeerder. En ja, die persoonlijke klik die wij hadden, het begon met dat ik de erkenning had in jouw verhaal. En dat ik dacht van, nou, het had mijn eigen verhaal kunnen zijn. Ja. En ja, die persoonlijke klik die we hadden, kwam dat te sprake dat ik die passie had. En hebben we dat een beetje langzaamaan bedacht hoe dat een invulling zou kunnen geven. En nou hebben we ja, dan een platform ontworpen ja. Om dan samen te gaan testen of dat wat is. En dan ga ik de mensen begeleiden in die kleine stappen elke week. Die motivatie, het samen noteren van hoe ze het doen om de terugblik te hebben. Weekbesprekingen. En we willen natuurlijk een echte community. En wat ik belangrijk vind is, mensen moeten een tweede familiegevoel krijgen. Precies. Van op het moment dat jij thuis niet dat aanspreekpunten waar je naar verlangt, dan zijn er andere mensen die wel wachten op jouw verhaal en ja. Die wel er voor jou zijn. En dat zo kun je ook van die anderen leren weer. Ja. Snap je? Dingen uitpikken, hoe diegene dat. Ja, en daar heb je nog trainers bij, zoals wij, maar jij, maar straks ook gastsprekers zitten erin. Ja, en wie weet in de toekomst ook dat je gewoon online meetings gaat doen, dat je elkaar gaat leren kennen in het echt. Ja. Maar ja, wat ik vooral heel belangrijk vind, is op het begin dat warmtegevoel geven, dat vertrouwen en die dagelijkse coaching. Omdat, ja, vooral op het begin is het gewoon heel moeilijk en heel eenzaam. En ja, tuurlijk, je moet het echt zelf geloven. Ja. Maar als iemand jou dat geloof elke dag aanpraat en je daarbij begeleidt, dan denk ik dat je het nog sneller gaat bereiken. Dan komt het gewoon vanzelf eigenlijk, uiteindelijk. Ja, je moet het natuurlijk wel zelf doen, maar het komt dan gewoon. Ja. En ik noem ook een beetje, ik zeg altijd dat geloof, dat is ook een stukje wat jij vertelde over dat je zelf iets wil opstarten, dat je mensen wil helpen. Je hebt jezelf je brein eigenlijk al geconditioneerd in van, daar wil ik naartoe. Snap je? Als je ergens in gelooft, wat het ook is, meer geld verdienen, gezonder worden, pijnvrij worden, leukere vrienden. Als je ergens iets wil, dan kun je dat. Nou, dat is ook het mooie. Bij onze eerste ontmoeting, voordat we de podcast opnamen, zei ik al tegen jou, als ik klaar ben met jou, gaan we samenwerken. Ja. Dat was de eerste keer dat ik het zei. Ja. En ja, uiteindelijk komt het ook zover. Ja. Maar zo werkt dat. Je programmeert zelf je brein. Ja. En dat is ook bij pijn zo. Dus bij pijn kan het ook. Alleen, het is wel even anders naar pijn kijken. Dat is het gewoon. Je moet even alle andere overtuigingen die je hebt geleerd van specialisten, van je koeienkennis of wat dan ook, hè, wat je in je leven leert. Hè, want dat is allemaal binnen je eigen comfortzone. Hè, maar ga dan eens gewoon buiten kijken. Dat daar de kracht ligt. Als jij durft los te laten van de standaard. Ja. Want de standaard heeft nooit gewerkt. De standaard heeft het juist veroorzaakt. Ja. Dus ja, je familie kan zeggen, ja, je moet gewoon doorgaan of je moet het zo en zo doen. Maar ja, dat heeft al jaren niet gewerkt, dus nu ook niet. En als de huisarts jou al jaren niet kan helpen, ja, dan gaat het nu ook niet gebeuren. Ja, en de meeste mensen die nu zitten kijken, die chronische pijn hebben, die hebben al alles geprobeerd. Een pilletje, een injectie, veel verschillende specialisten. En ik zeg altijd tegen mensen, extern moet je de oplossing niet zoeken. Want die oplossing was er anders al lang geweest. Ja, dus dat is maar chronisch. Chronisch is niet extern. Nee, dat zit alleen maar van binnen. Van binnen, ja. Dus, en dan is het eerst onderzoeken van waar komt het vandaan. Ik denk dat dat het meest confronterende is, maar ook het meest krachtige. Ja. Als jij op een gegeven moment zelf weet van oké, shit, hier komt het vandaan. Dit is wat er al jaren gebeurt bij me van binnen. En zo uit het. Dan weet je ook wat je moet gaan triggeren om het te veranderen. En dat is heel spannend, heel eng. Vooral ja, je trauma's, dat is natuurlijk het engste wat er is voor je. Maar het is zo krachtig als je merkt van die trauma, die wordt steeds minder. Ja, mooi man. Hey, ik heb jou van een grijze muis binnen zien komen naar een bloem die steeds meer open gaat. Ik denk dat er nog veel meer kan, maar ik zie het gewoon in heel jouw communicatie, non-verbale houding. Je kwam echt letterlijk zo binnen waar je dus zo wandel je ook. Hè? Ja, maar die spanning en stress. En ik ben natuurlijk geestelijk mishandeld. Dan op de weg hier naartoe, dan heb je al van, dit is toch niet voor mij. Het gaat hem niet worden en dat moet je toch niet doen. Ja. En dan eer dat dan er doorheen zit. Maar ja, wij hadden 2 weken contact en we namen de eerste podcast op. Ja. Ik heb de eerste 5 minuten gezien. Nou, ik herkende mezelf gewoon. Ik kon er niet naar kijken.
Maar ja, volgens mij lach ik nu ook veel meer. Ja. Ik ben veel vrolijker. Ik thuis ook. Ik hou weer geintjes uit. Ja, dat is voor mijn moeder niet altijd leuk. Want die geintjes die zijn meestal niet echt haar humor. Ja. Maar dat zijn allemaal van die dingen die... Je gaat jezelf weer... terugvinden. Ja. Vroeger kwam ik thuis en was het hooi. En dan ging ik naar mijn kamer en ik kwam er niet meer vanaf. Ja. En nu doe je ook die lolletjes. En met vrienden spreek je weer veel meer af. En ja... Mooi man. Ik denk... Ja, wat ik zei, ik heb nu nog 5% van de pijn die ik 2 jaar geleden had. En ik denk dat dit ook het laatste zetje is wat ik nodig heb om volledig hersteld te zijn. Ja, en de laatste zetje bedoel je zeg maar dat je weer echt ook iets kan bijdragen aan de maatschappij. Dat is eigenlijk in de zin van... Je droom komt uit waar je al jarenlang over droomt, fantaseert. En je gaat een onderdeel zijn van weer de maatschappij, want nu heb je een uitkering en... dan ben je toch wel een beetje de laagste schaal. Ja. En zo voelt dat ook. En in je ontwikkeling kan je dan ook niet heel veel. En nu, ik ga nu en weer werken wat voor mezelf fijn is. Maar ik ga niet zomaar werken. Ik ga met mensen werken die hetzelfde hebben meegemaakt als mij. Waar ik herstellende van ben, gedeeltelijk hersteld. Ja. En ja, ik denk dat je daar zoveel kracht uit gaat halen als andere mensen blij zijn met wat jij voor iemand betekent. Als ik zie, als jij iemand geholpen hebt, wat dat dan voor jezelf ook doet. Ja, dat is gewoon machtig mooi. Ja. Hey, mooi man. We gaan lekker werken aan die Pijn Reset Community samen. We gaan er iets heel moois van maken. Voor de mensen thuis die aan het kijken zijn, nou ja, heb je chronische pijn. Het is altijd, stap in bij onze Pijn Reset Community en wij gaan je daarin helpen. Mijn laatste vraag nog is, we zijn al heel ver voor jezelf, hè, maar je bent er nog lang niet. Want ik denk dat je nog altijd kan leren. Wat denk je waar je nou, was jouw laatste, wat denk je nog waar je echt nu mee nog moet aan de slag moet gaan? Wat voor jou nog een soort valkuil is? Wat ik bang ben, dus dat, dan begint het weer met angst. Ja. Nu doe ik, wanneer iets goed voelt... En wanneer ik er kracht en energie voor heb. En dan kan ik dat 100% doen. Mm-hmm. Op het moment dat ik straks afspraken maak. Moet je je afspraken gaan nakomen. En afspraken wat tot nu toe bij mij doet. Is stressspanning. Ja, stressspanning is pijn. Ja. Ja. Hoe ga je dat zo plannen voor jezelf. En onder controle houden. Dat die spanning weggaat voor de afspraak. En dat je daar controle over kan hebben. En dat zal op het begin zal dat wel moeilijk en sturen zijn. Maar ik denk ook... Zodra je die eerste geluksmomenten en dat het kan en dat het lukt, dat gelijk weer weg is. Ja, en dat je nu al zo bewust van bent, dat je waarschijnlijk hier tegenaan gaat lopen. Door dat bewustzijn zit het al niet meer in je systeem. Nee, snap je? Je spreekt het al uit en je triggert alweer het positieve. Ja. Maar dat is ook wel iets wat echt heel belangrijk is. Die zelfreflectie, zelf nadenken, waar liggen je valkuilen? Ja. En op het moment dat je weet waar je valkuilen ligt, dan is de drempel naar het te overwinnen is veel kleiner als dat je... Er gaat iets fout, maar ik weet niet wat. Ja. Dat is gewoon zo'n groot verschil. En ik vind de kracht ook van je valkuilen uitspreken... het is geen valkuil meer als je het uit hebt gesproken. Nee, want de ander weet er ook van. Ja. Dus er wordt automatisch rekening mee gehouden. En je kan dat samen onderzoeken en sturen totdat het weg is. Ja. Hey, ik denk dat het echt een heel mooi verhaal van je is. Een heel mooi voorbeeld voor velen, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen alleen al uit het verhaal veel voordelen gaan halen. Dat is echt super. Ja, ik ben super trots op je dat je dit hebt gedaan. Echt een beetje het grond van mijn hart. Echt heel knap hoe je dat hebt gedaan. En ik denk dat we nog velen hiermee gaan helpen. Dus, En ik denk ook van... probeer het gewoon eens een maand. Ja. Ik vind het belangrijk dat we mensen die ook de kans geven om het gewoon eens eventjes te ondervinden. En... ik denk dat we er iets moois van gaan maken en dat iedereen hier wat aan hebt. Of je nou chronisch pijn hebt of mentaal met trauma's zit, ga er gewoon eens een keer een maandje mee aan de slag. Of fysieke klachten, niet iedereen heeft pijn, maar het kan ook Het kan ook alleen mentaal zijn, dat je gewoon merkt van ik heb iets meegemaakt een paar jaar geleden en ik ben te veel oververprikkeld of ik heb te veel stress. Het hoeft niet alleen in fysieke pijn te zijn, maar het kan met alles zijn. Trauma, dat kan op de raarste dingen. Lekker uiten, ja. Maar ik denk dat het voor iedereen echt een aanwinst in het leven zal zijn. En dat je dan vooral als je dan van stapje van week tot week. En dan na 100 dagen dat je dan terugkijkt en je denkt van wow, ik ben een compleet ander mens. Ja. En laten we daarvoor gaan. Mooi, gaan we doen. Bedankt man.
Bedankt voor het kijken en luisteren naar de Pijnvrij podcast. Nou, vond je dit interessant? Volg ons dan op dit kanaal. Wil je echt pijnvrij worden? Koop ons boek. Koop de Pijnriese methode. Word lid van de Pijnriese community. Of maak een afspraak bij een van onze locaties. Bedankt voor het kijken en tot snel in een nieuwe podcast.